Dit is De Riepe. De Riepe is het straatmagazine van Noord-Nederland. En Riepe is grunnigs voor stoep. Jullie zitten dus nu allemaal eigenlijk op De Riepe. Iedereen heeft wel een favoriet overhemd. Dat licht over de datum is of niet meer echt goed past. Goed nieuws, die kunt u in Groningen laten verknippen en vermaken tot een fonkelnieuw boxershort. En dat gaat dan zo bij Van Hully. Van Vrouwencentrum Jasmijn. En Jasmijn zet zich in met voorlichting en workshops voor de gelijkwaardigheid van de vrouw op de arbeidsmarkt. Zo zit er nu bijvoorbeeld een man op de troon. Maar misschien is het de volgende staatshoofd wel een vrouw. Ja, je weet het maar nooit. We zagen een presentator en daarnaast een doventolk. En ook zelfs een koor van kinderen van de dovenschool. Want Groningen kent een relatief grote dovengemeenschap, omdat er al eeuwenlang dovenonderwijs zit. Wie wil jij zien? Nora, dat is mijn vriendin. Oh, je wil helemaal niet de koninklijke familie zien? Ja, dat ook. Oh. Maar dat is een beetje bijzaak. Ja. Kent u misschien, komt uit de film La La Land. En met deze muziek en de dansers van de Wanda Kuipers Balletschool gaat het op naar een ander muzikaal onderdeel, Eurosonic Noorderslag. Come on.
heeft u bij zich? Ik heb Rotterdamse maasstroompjes bij me, Rotterdamse koekjes. En vorig jaar is het gelukt, geloof ik, hè? Ja, ja, eigenlijk tot nu toe elk jaar. Dat is mijn vijfde keer. Dus we gaan het weer proberen om de koning het aan te bieden. Dus. En weer een goede plek? Ja, volgens mij wel. Ik sta aan het eind van deze steeg. Voor mij een fantastische plek. Dus, kunt u die foto van vorig jaar nog eens laten zien? Kijk, dat is deze. De Boteringenstraat. Verderop is dus Eurosonic Noorderslag. Oftewel juist popmuziek. Ieder jaar in januari is dat festival hier te zien. Gewend zijn met Koningsdag. Veel beveiliging, veel agenten, mannen met koffertjes. En desondanks veel ruimte om contact te maken met het publiek. Of misschien wel dankzij. Ja, ik ben niet zo echt van het gedoe. Ik heb gisteren al gedoe genoeg gehad. Gisteren? Ja, gisteren. Toen kreeg ik zo'n dingetje. Zo'n speldje. U heeft hem zo mooi achter uw jas gestopt. Ja, ik ga niet met de borst vooruit op de eerste rij staan. Waarom heeft u hem gekregen? Ik ben 38 jaar stadionspeaker bij FC Groningen. En 47 jaar radiomedewerker bij de lokale omroep Havenstad FM, Delfzijl. Wauw. Ja, dat, u zegt het. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een van de gedecoreerden dus van gisteren. 90 in totaal in de provincie Groningen. Ziet al het spandoek van Eurosonic Noorderslag. Ieder jaar in januari dus. Bestaat dan altijd uit 4 dagen. De eerste 3 dagen is het echt Eurosonic. Aanstormende muziekacts. Allemaal Europees. En daarna op zaterdag Noorderslag, dan krijgt Nederlands talent de kans om zich van zijn beste kant te laten zien. Het is een festival dat voor veel artiesten een soort kickstart was van hun carrière. Natuurlijk altijd de popprijs tijdens Noorderslag.